Het is 4 mei 2020 en ik sta hier in een lege en stille dorpskerk. Door het coronavirus is de dodenherdenking anders dan anders. Normaal is de kerk vol. Er is muziek, er zijn toespraken en gedichten. De veteranen hebben een ereplaats. Vandaag is het hier leeg. En toch herdenken we vandaag. De dodenherdenking in Zoeterwoude was dit jaar sober en zonder publiek. Samen met een leerling van basisschool Het Avontuur legde burgemeester Liesbeth Bloemen een krans namens alle inwoners bij de herdenkingsteen aan de voorkant van het gemeentehuis. Op die steen staan de namen van de Zoeterwoudse gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in Nederlands-Indië. Na een krans van het 4 en 5 mei-comité eerden twee veteranen als laatste de omgekomen Zoeterwoudenaren. Nou, zoals iedereen natuurlijk weet, hebben we in deze tijd eigenlijk het coronavirus wat ons het leven een beetje lam legt. En daarvoor hebben wij als muziekvereniging gedacht om dus hier vanuit de toren het taptoe-signaal te blazen. Dan 2 minuten stilte in acht te nemen en daarna wordt het Wilhelmus gespeeld. Het is eigenlijk actie van de laatste anderhalve week. Ik had al bij ons verenigingsbestuur aangegeven van als er iets gaat gebeuren in Zoeterwoude, ben ik beschikbaar, ik wil wel wat doen. Er was al een oproep in de media van maart, eigenlijk volgens mij in het begin maart al, van om alle koperblazen het signaal tap toe om 8 uur te gaan spelen. Daar was ik dus al een aantal weken mee aan het oefenen. En de laatste anderhalve week is dit allemaal opgezet. Ik denk dat het al goed is gelukt, ondanks de kerktoren die er even nog doorheen kwam zitten halverwege.